Mijn naam is Willem van der Beek, eigenaar van Doelbik Interieur. Privé ben ik getrouwd en 3 hartstikke leuke kinderen, vind ik zelf. Bedrijf Doelbik Interieur zit in het centrum van Heerde. Op zich wel een beetje een markante plek. Heel veel mensen verwachten ook niet dat dit bedrijf hier nog zit. Mensen die hier komen, komen ook best wel gericht. Dus het is ook niet een winkel waar je even naar binnen stapt. Je komt echt gericht met vragen. Ik heb een grote hobby en dat is brandweer. Daar ben ik ook heel erg begaan mee. Nou, ondanks een leuk lintje vond ik gekregen voor 20 jaar trouwe dienst. Dus dat was ook een hele leuke verrassing. Het leuke is dat bij de brandweer komt ook nog weer 2 dingen samen. Dat het brandveilig maken van gestoffeerd meubilair en de herstoffering. Dat zijn eigenlijk 2 onderdelen die terugkomen in zowel mijn hobby als mijn beroep. Het bedrijf is nu een jaar of 40 dat we hier in het centrum zitten. Vroeger was het echt een timmerbedrijf. Dus er werden kozijnen gemaakt, er werden trappen gemaakt. Dus echt grovere delen, zeg maar, voor het huis. Het is verfijnd, op een gegeven moment naar meubelmakerij. En dat betekent dat je andere machines nodig hebt, dat je andere werktechnieken heb je nodig. Je kunt ook veel meer kanten uit, dus je kunt veel meer op de interieurbouw in een compleet huis kun je richten. Ik ben zelf een jaar of 25 geleden ben ik hier ingerold. De functie, laten we zeggen, meubelstoffering, opleidingen gevolgd. Dus de combinatie meubelstoffering en het meubel maken is eigenlijk perfect. Ze hebben elkaar nodig. Je kunt producten maken waarbij die 2 vakken bij elkaar komen. We hebben een aantal jaar geleden naam interieurbouw er ook aan gekoppeld. Omdat er toch best wel veel meubels gemaakt werden. Los bij elkaar waren het afzonderlijke meubels. Maar doe je ze samen in de ruimte, heb je eigenlijk interieurbouw. En de naam interieurbouw is ook weer te gebruiken bij bedrijven waar je een interieur voor kunt maken. Dan is meubelmakerij eigenlijk een beetje een te beperkte naam. En op die manier vangen we dat eigenlijk op. Nou, dat zijn eigenlijk voorbeelden van fronten. En die kun je toepassen bij keukens, die kun je toepassen bij kasten. En zo hebben we nog veel meer voorbeelden van hoe iets kan worden en wat je toe kunt passen. Ja, dit zijn hele mooie voorbeelden van stalen die we voor klanten klaar hebben gemaakt. Wat allemaal verschillende mogelijkheden zijn. Hoe je een tafel kunt maken of hoe je een kast kunt maken. In verschillende afwerkingen. Nou, we hebben hier verschillende machines die toegepast kunnen worden. Mooie formaatzaag, kantenbandmachine. We hebben meubelmaker Geert. Iets moois aan het maken is. Nou, hier hebben we de stoffeerderij. Hier hebben we een heel mooi voorbeeld van een bank die is al wat ouder. Maar wel een hele mooie kwaliteit. Je kunt zien aan het beukhout wat erin zit. Die bouwen we helemaal volledig op. We hebben hier hele mooie stof die we gaan toepassen. Ook hele goede kwaliteit. En zo bouwen we een meubel weer helemaal nieuw op. Nee, wij werken hier zo met zeer verscheidenheid aan stoffen. Dat komt omdat er ook zeer veel type meubelen zijn. Dus het is, we hebben hele moderne meubels van Gelderland, Leolux, Artifor. Daar hebben we speciale stoffen voor. Dat zijn vaak wollen stoffen. En de klassieke meubelen die vragen weer hun eigen type stoffen. En wat we ook doen is regelmatig werken voor de zorg. Dus voor de zorg heb je specifieke stoffen nodig die allemaal aan de eisen moeten voldoen om tegen brandwerendheid en bijvoorbeeld urinebestendig. Je kunt allerlei dingen verzinnen. En ik denk dat ik nu op dit moment wel mag zeggen dat we een hele complete collectie hebben met meubelstoffen waarbij we echt wel heel veel kanten uit kunnen om iedereen goed te kunnen bedienen.